beste kijkers. Hier weer een gast aan tafel. Ja, en als gast hebben we dit keer wethouder Mirjam Haag van de gemeente Breda. Welkom. Dankjewel. Ja. Leuk dat je er een keer bent. We roepen het al zo lang. We komen er al. Je moet een keer komen. Het is ervan gekomen. Ja, het is ervan gekomen. Wethouder van... Zorg en welzijn, maar ook onderwijs en dienstverlening. Dus een beetje communicatie, P&O. En dat is ook best een flinke klus voor de gemeente Breda. Maar het ga je goed af, hè? Ja, ik heb het in ieder geval ontzettend naar mijn zin. Ik doe het met heel veel plezier. Ja, toch een zware portefeuille, zo mogen we toch wel zeggen? Ja, het is een zware portefeuille, dat is ook zo. Ja. En waar gaat je hart echt naar uit? Ja, naar de zorg. Daarvoor hebben we je eigenlijk hier uitgenodigd, natuurlijk. Ja, zorg, en ik vind onderwijs natuurlijk... Onderwijs is ook een geweldig onderdeel. Heel breed, hè? Want onderwijs gaat echt van 0 tot 100 plus. Ja. En dat is ook heel mooi, om aan de ontwikkeling van mensen... om daar zo mee bezig te zijn. Ja. En in Breda is er heel veel, dus dat is ook geweldig. Maar de veranderingen in de zorg, het meedenken daarover... Ja. Dicht bij die mensen staan waar het om gaat, daar gaat mijn hart wel naar. Ja. Ja. Hoe gaat het met de zorg in Breda? Over het algemeen, denk ik, hè, want daar kun je uitspraak over doen. Over het algemeen gaat het goed met de zorg in Breda. En eigenlijk komt dat als gemeente hebben we heel veel nieuwe taken gekregen op het gebied van zorg. Dat is vooral zorg voor mensen die gewoon zelfstandig thuis wonen. En dankzij heel veel betrokken Bredanaars gaat het heel erg goed. Want het is echt een combinatie van professionele zorg met vrijwilligers, mantelzorgers, zorg voor elkaar Breda. En daar mag ik me rijk prijzen dat het een stad is waarin veel mensen wonen die iets voor een ander willen doen. Ja. En daarom gaat het goed. Dat is wel leuk, want we hebben van jou een filmpje van de Partij van de Arbeid waar jij je betrokkenheid vertelt. Daar gaan we even naar kijken. Passie voor Breda. Ik ben Mirjam Haag, lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in Breda. En dat ben ik omdat ik hou van Breda. Ik hou van deze stad. Met haar fijne inwoners, met de mooie gebouwen, met de problemen en de uitdagingen en met de energie die in de buurten en in de wijken zit. Voor mij staan de onderwerpen werk en zorg hoog op de agenda. Daar ga ik vol voor. Maar dat doe ik niet alleen. U hoort van ons. We zien elkaar. Wanneer heb je dat nou verteld? Wanneer is dit opgenomen? Dit is opgenomen voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Dus dat was in 2014. Ja. En het klopt nog. Ik zou het zo nog steeds kunnen uitspreken. Ja. Het klopt nog steeds. Dus het kan binnenkort met de gemeenteraadsverkiezingen. Misschien moeten we een ander... In 2018. Ander logo. Ik ben iets ouder geworden. Dat wie weet. Nee. Het vond ook wel leuk dat jullie het Chassépark kozen als locatie. In plaats van... Ja, het is natuurlijk wel prachtig, hè, de grote kerk op de achtergrond. Maar dit was ook wel heel erg mooi. Ja, ik vond het wel heel strak raar. Ja, en dit is ook echt Breda, weet je. Dit is inderdaad de toekomst. En wat ik ook heel leuk vind, als je met oudere mensen spreekt uit Breda... Die vinden dat ook een mooie ontwikkeling. Ja. Ja. En iedereen heeft wel een mening over mooie en lelijke gebouwen. Mm-hmm. Maar de ontwikkeling daar vindt eigenlijk iedereen heel erg mooi. Ik vind het ook altijd toch wel heel erg mooi, het Chassépark. Ja, dat is ook zo. En ook al grenst dat echt tegen het oude Breda aan. Die overgang, ik vind dat altijd heel erg Het is gewoon mooi. Die combinatie. Ja. Die combinatie van oud en nieuw in het centrum is heel mooi. En Breda heeft zoveel mooi oud, waar heel veel andere steden jaloers op zijn. Ja. En dat in combinatie met het nieuwe, gewoon de nieuwe ontwikkelingen. Ja. Het Chausseepark, het station, allemaal grote kolossale gebouwen, maar het heeft wel iets. Het heeft echt iets. Ja, de stadse allure. Ja. En ik zeg altijd, Breda is gewoon een mooie internationale schakelstad. We liggen mooi. En dan hoort die grotere ontwikkelingen horen er echt bij. Knooppunt van het zuiden. Absoluut. je bent trots op de stad Breda. Je bent trots op de Bredanaars. Ja. Hun betrokkenheid, zo zei je. Veel mensen die zich betrokken voelen bij het wel en wee van de stad. Ook veel vrijwilligers dus. Heel veel. Ja. Ontzettend veel. Echt 1 op de 3 Bredanaars is actief als vrijwilliger. En dat is ook weer van jong tot oud. Je hebt je in alle soorten en maat.
zetten. Het begint met hele jonge mensen die minis bij het voetbal trainen. Tot echt veel oudere mensen die bijvoorbeeld als taalmaatje voor statushouders en nieuwe Bredana's bezig zijn. Super. Proberen jullie dat dan ook nog een beetje te sturen als gemeente zijnde? Of gebeuren veel dingen gewoon spontaan? Gelukkig gebeurt er heel veel spontaan. Maar wat we wel proberen is om in ieder geval vraag en aanbod goed bij elkaar te brengen. Soms is het ergens nodig dat er wat meer vrijwilligers van een bepaalde capaciteit zijn. En dan gaan we bijvoorbeeld via Breda Actief proberen we die vrijwilligers te werven. Mm-hmm. En er is ook gewoon heel veel aanbod aan vrijwilligerswerk. En die probeer je ook net daar neer te leggen waar de nood het hoogst is. Ja. Want niet overal zijn genoeg vrijwilligers. Nee, maar, want je hebt ook een STIP heb je nog. Hè? Ja. Breda Actief heb je. Ja. Zorg voor elkaar, staan allemaal vacatures op. En ook vragen, hè? Want het is heel leuk om te zien. Want er gaat ook al werken. Ja. Iedereen gaat het in de gaten krijgen dat dat er is. Ja. En dat dat aangestuurd wordt door die vakgroepen. Vind ik heel mooi trouwens. Ja. Over vrijwilligers gesproken. Er was altijd een vrijwilligerspenning. Want we hebben een filmpje van jou. Ja. Ja, maar die heeft een andere naam gekregen. Hè? Dat was voor de kamer. De Chris Vaas heeft in bestuur gezeten. En bestuur gezeten van Lisbeth. Het is een eerbetoon aan Chris van Vaassen. Hmm. Want zij was, ondanks haar beperkingen, een enorm actieve vrijwilliger in onze stad. Dus het is zo mooi dat mensen die zelf eigenlijk... Ze had veel zorg nodig. Nou. Maar er was niks mis met haar hoofd en haar kunnen. Nee. En ze heeft zich zo ingezet voor de stad. En zoveel mensen duidelijk gemaakt van... hoe is het om ook in onze stad te leven als je beperkingen hebt. Dus geweldig dat destijds, het is alweer een aantal jaar geleden... De penning naar haar is vernoemd. Ja. Leuk. Er is een filmpje van Chris. We hebben een filmpje van. Kunnen we de filmpje even opnieuw starten en dan kijken... Dat het verhaal... Ja, vertel maar eventjes. Dan maar full screen zien. Iedere dag weer zijn er duizenden Bredanaars die zich vrijwillig inzetten. Bijvoorbeeld voor sportclubs en culturele activiteiten. En je merkt het vaak helemaal niet hoeveel vrijwilligers er zijn. Eigenlijk merk je het pas als ze er niet zijn. Want dan mis je die bevlogenheid en die passie waarmee ze iedere keer weer vooraan staan om een andere stapje verder te brengen. Nou, op wie ben jij nou eigenlijk trots? Wie zou jij willen aanmelden om eens in het zonnetje gezet te worden? Want daar gaat het om. Die vrijwilligers die niet altijd vooraan staan, maar die onze waardering echt verdienen. Meld ze aan. Een organisatie, een individu, iemand die echt vrijwilligerswerk in Breda heel erg goed op de kaart zet. Alle aanmeldingen zijn welkom. Het kan nog. Voor 2016 kan dat niet meer. Dat wordt in 2017. Ik heb al gezien in de krant. Dat stond gisteren in de krant dat Admar Gijnissen van Elisabeth is... Onder andere. Is genomineerd. Ja. Noemen ze dat heel netjes. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ja. Ja, er zijn wanneer is de uitreiking nou? 9 december. 9 december. Waar? Ja. Dat is bij Belkrum Beach volgens mij. Of daar zo, ja. Of nee, bij Strand Binnen. Ik weet het niet 100% zeker waar het is. Belkrum. Maar het zijn 5 individuele genomineerden en 5 groepen. Ja. En dan is er nog een aanjaagprijs eigenlijk voor een groep die net begonnen is. Wie zit er in die commissie? Dat is een commissie die bestaat uit mensen die eerder de prijs hebben gewonnen. Oh. En jonge vrijwilligers. Een hele diverse groep vrijwilligers. Ja. Vanuit de sport, vanuit alle kanten eigenlijk. Ja. Het is wel heel leuk dat dan. Aandacht aan besteden. Wat ik ook zo'n leuk initiatief vind, is je bent een tijdje geleden in Denemarken geweest. En daar heb je toen iets gezien en dat heb je mee naar Breda gebracht. Ja, klopt. Ja, soms dat is niet dat zeemeerminnetje. Nee, die was ook leuk. Die was ook leuk. Maar nee, het is echt heel goed om eens in andere landen, andere steden om je heen te kijken. Wat gebeurt er nou op het gebied van zorg? Want er veranderen veel regels en er veranderen veel taken veranderen. Maar er zijn ook hele mooie en leuke ontwikkelingen. En als je in Denemarken kijkt, Denemarken besteden ze heel veel aandacht aan hoe blijf je nou gezond? Zo gezond mogelijk? Dat is eigenlijk de focus. En niet welke zorg heb je nodig, maar hoe blijf je nou gezond? En onder andere veel buiten zijn, geeft aan, dat is zo belangrijk voor jong en oud. Ja. Blijf nou buiten. En daar hebben ze allerlei initiatieven genomen, hoe je toch mensen bijvoorbeeld ook op de fiets
mee naar buiten kan nemen. Dan kun je zelf niet meer fietsen. Ja. En, dus daar ontdekten wij eigenlijk, en dat is in 40 gemeenten in Denemarken al actief, dat ze heel veel werken met rikshaws. Gaan we even naar kijken, beelden van. Ja, leuk. Allee, maar het geluid hoeft er niet bij, want we vertellen maar gewoon. Want, ja. Zeg maar alleen maar beeld. Het is een soort fiets dan? Ja, het is een fiets. Ja. Je moet gewoon zelf stevig doortrappen als toch je erop zit. Ja. En daar kunnen twee mensen voorop zitten. Op zich, ja. Ja, en het zit heel veilig. Het zijn goede gordels. En mensen kunnen ook, je kunt laag instappen. Dus ook mensen die wat moeite hebben met lopen, kunnen er makkelijk kunnen in. Ja. Kinderen kunnen er ook in. Maar hij is met name bedoeld om bijvoorbeeld als jij je ouders in een verpleeginstelling hebt zitten of gewoon thuis en die zijn niet meer zo mobiel, dat je in plaats van gewoon op bezoek komt, eens een keer lekker die rikshaw neemt. Ja. En is met je ouders bijvoorbeeld door de stad heen fietst. En daar wordt volop gebruik van gemaakt. Ja. Kan vooral voorstellen zo in de lente en in de zomer. Ja. Maar ook in de winter? Ja, in de winter, Ook in de winter, want dat is het leuke van Denemarken. Daar zeggen ze, juist als het hard regent, als het waait, pak dat dekentje. Maar ook voor oude mensen is het gewoon goed om te zijn. Goed afdekken en dan is het gewoon goed. Ja, je zei het eigenlijk zelf al. Het is dus een succes. Ja, het wordt veel gebruikt. Okay, en nou, mensen die het gebruiken, die zijn echt heel erg enthousiast. Ik moet zeggen, op dat filmpje fietste ik er ook voor het eerst op. Was zwaar trappen of niet? Best wel even toch spannend. Wel. Ja, het is wel zwaar trappen. Ja. Maar het is ook wel, het geeft heel veel voldoening. En ik fietste met een wat oudere dame over dat chassé-trein. En dat kende zij nog helemaal niet. Daar was ze eigenlijk nooit geweest in nieuwe gebouwen. En ik heb hele verhalen gehad over hoe het vroeger daar was. Ja. En dat, die verbinding, is leuk ervan, hè? En dat doen we ook. Hè. Er zijn studenten van Avans die speciaal getraind zijn om veel te fietsen met die fietsen. Ja, die gaan dus samen met oudere mensen die graag naar buiten gaan. Dus die verbinding tussen jong en oud, die verhalen van vroegers voor die studenten die nu in onze stad opgroeien. Ja, dat maakt het natuurlijk wel heel erg mooi. Hartstikke En het draait ook weer op vrijwilligers. Het draait allemaal op vrijwilligers. Draait allemaal op vrijwilligers. En het is iets wat we, zoals we het nu ingericht hebben, je kunt het gewoon reserveren via Zorg voor Elkaar Breda. Ja. Kun je het zelf reserveren. En het is kosteloos. Je hoeft er niet voor te betalen. Laten we er met z'n allen gewoon goed mee omgaan. Dan deel je het even op een goede manier. Wat hebben we er nou? 1 of 2? Nee, we hebben er nu op dit moment 4. Maar we zijn wel aan het ontdekken welke modellen, we hebben verschillende modellen, welke modellen het beste zijn en het beste werken. Ja. Oh, want de een heeft een beetje trapondersteuning en de andere niet. Nou, dan zullen we moeten kijken. Waarom die trapondersteuning? Ja, die zou ik ook aanraden. Ja, ja, dat net over Zorg voor Elkaar. Ook nog zo'n project in Breda is wonen met gemak. Ja. He, om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Ja. Of valt dat onder de portefeuille van Patrick van Lunteren? Ja, dat doen we echt samen. Samen? Ja, oh, ja. Patrick van Lunteren heeft wonen in portefeuille. Ja. Ik heb zorg in portefeuille. Oh, ja. En waar het eigenlijk overlapt elkaar een het beetje. Overlapt elkaar. En waar het om gaat is eigenlijk dat je mensen op een bepaalde leeftijd meeneemt om na te denken over, ja, wanneer blijft, hoe blijft mijn woning geschikt voor mij als ik ouder word? Mm-hmm. En dus we doen dat ook samen. En we gaan de wijken in, nodigen oudere mensen uit. Alle 65-plussers krijgen een brief van ons. Waar ze gewoon eens kunnen, ja, je kunt je woning eens laten checken, bijvoorbeeld. Gewoon check-up voor, echt een woonscan laten wonen. Maken. Ja. Ja. En dan gaat het inderdaad over comfortabel wonen, over veilig wonen. En het is soms heel erg verstandig om juist al een aanpassing te doen aan je woning voordat het echt nodig is. Mm-hmm. Ja. En we doen daar bijvoorbeeld ook aan valpreventie. Want ik geef liever valpreventie voordat iemand een heup gebroken heeft dan daarna. Komen, ja. 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 Dus we proberen zo vroeg mogelijk mensen bewust te maken van, ja, wat kun je in je eigen leefomgeving doen om ook zo goed, comfortabel en veilig mogelijk te wonen. Ja, wij doen het alleen als mensen bij ons al gevallen zijn. Ja. Gaan we een thuischeck doen door een ergotherapeut die de aanpassingen gaat voorleggen. Eigenlijk is het te laat, maar, hè? Ja, precies. Ja. 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 Dus ik vind het wel een heel goed idee dat jullie dat zo op gaan pakken. Ja, en ik moet zeggen dat het echt heel erg druk bezocht wordt. Ja. Mensen, er zijn dan verschillende themabijeenkomsten. Bijvoorbeeld ook over dementie. Ja. Heel veel mensen hebben te maken met een partner, ja, die misschien wat vergeetachtig aan het worden is. Ja, en dan is het heel fijn dat je op tijd voelt van,
er is veel ondersteuning voor in Breda. We hebben in Breda het STIP, hè, dat is de mantelzorgondersteuning. Die geven bijvoorbeeld allemaal cursussen voor mensen die te maken krijgen met dementie. Ja, ja. Ook de kinderen van mensen met dementie, de partners. Heeft Ingrid die prijs gewonnen of zoiets? Ja, ja. Ze hebben, ja, een, als eerste is het een dementievriendelijke zeg maar, welzijnsondersteuningsorganisatie. Ja, dat was heel goed. Super. Ze is lang bezig. Hè? Ja, heel lang. Ja, dat was een... Dat was op de dag van de mantelzorg in Breda, kwam die verrassing, zeg maar. En ja, dat is ook echt, dat hebben ze echt heel dubbel en dwars verdiend. Ja. Zijn er, over 10 jaar, 2025, zeg maar, zijn er dan nog van dit soort zorginstellingen als Elisabeth en het verandert zo, hè? Het verandert zo. Het verandert per jaar. Het verandert echt hard. Want in januari zijn er weer nieuwe regels. Ja, ja. Nee, de veranderingen gaan snel. Ja. En ik denk dat we allemaal merken dat er al veel veranderd is. Veel minder mensen wonen in instellingen als Elisabeth waar we nu zitten. Ja. Toch blijft wel de behoefte vaak van oudere mensen om elkaar wel op te zoeken. Ik bedoel, eenzaamheid is ook echt een groot risico. Ook van het lange zelfstandig thuiswonen. Dus mensen, ja, sommige mensen voelen wat meer de behoefte om elkaar op te zoeken dan anderen. Ja. Maar ja, mijn verwachting is dat het wel allemaal wat kleinschaliger zal zijn. Ja, en dat het niet meer zo groot zal zijn dan... Kleinschaliger is misschien ook weer prettiger. Vinden veel mensen prettiger. Hè? Dat is ook de vraag. De vraag van nu zit in die kleinschaligheid en dat je elkaar al opzoekt als de zorgbehoefte nog niet zo groot is. Maar dat je er ook kunt blijven wonen als die groter is. Ja. En ik denk dat we daar wel iets meer naartoe gaan. En of dat over 10 of 15 jaar is. Straks als wij straks ouder worden, gaan we ook denken van hoe gaan we veilig wonen. Misschien gewoon in communes wonen, weet jij veel. Ja. Ja. Dus dat zijn allemaal weer dingen die terug kunnen komen. Ja. Dus misschien dat wij samen gaan zitten. Dat jullie samen iets moois beginnen. Nee, iets moois beginnen. We zullen er alvast eens over nagaan, denk ik. Ik wil best meehelpen, denk ik. Oh, je wilt meehelpen? Ja, hoor. Met de steun van de wethouder. Nee, maar het mooie is ook dat je ziet dat mensen heel erg zelf nadenken van wat drijft me, wat vind ik nou belangrijk? En zo zie je bijvoorbeeld ook dagbestedingen ontstaan, waar veel meer aan kunst gedaan wordt. Heel veel aan muziek gedaan wordt. Mensen die heel hun leven heel veel met muziek hebben gehad, is misschien wel heel fijn als ze dementerend zijn. En die kunnen, daar nog heel veel mee doen. Ja. En je ziet initiatieven veel meer daarop ontstaan. Ja. En dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling. We knippen, plakken en breien is een beetje aan minder worden. En er komt veel meer andere alternatieven. Ja, nou, en er zijn heel veel vrouwen die juist heel veel willen handwerken. Maar ik vind dat er beter gekeken wordt naar wat hebben mensen, wat willen mensen nou zelf graag, wat hebben ze echt nodig. En ik denk dat dat wel een goede ontwikkeling is in de zorg. Ja, ik zag vandaag toevallig iets in de krant op tv, dat ging over dames die aan het breien waren met z'n allen. Maar dan zetten ze daar dan een of andere ontwerper op. Ja, leuk. Die gaat dan dassen en mutsen maken. Ja. Nou, die dames vinden dat geweldig. Dan wil de foto. Ja. En dat is helemaal weer in. Ja, ja. Is mode. Maar dat is het. Ja. En ik denk ook dat het is als je zelf het idee hebt dat je met iets bezig bent wat nuttig is. Ja. Ik bedoel, dat is zo ontzettend belangrijk. Ja. Dat je het idee hebt dat je nog iets toevoegt. En als ik zie de ouderen, we hebben bijvoorbeeld een project met een aantal basisscholen. Dat heet Jong Ontmoet Oud. Ja. Waarin we oudere mensen, en dat doen echt mensen van in de 80 aan mee. Ja. Die komen in de klas, eerst via iPads bijvoorbeeld. Hè, wat contact gewoon op beeld. En uiteindelijk ook lessen volgen. De geschiedenislessen. Het vertellen over de oorlog. Ja. Is echt geweldig. En als je ziet wat dat met mensen doet. Ook mensen die misschien geen kleinkinderen in Breda hebben. Dat ze opeens zo'n klas hebben. Een beetje als maatje. Mm-hmm. Want dat is het eigenlijk. Ja, dat en is fantastisch. Kunnen vertellen. Ja, die dat is echt heel mooi. Maar voor die kinderen ook, hè. Ja, ja. Die leren op een hele andere manier dan dat een leerkracht een verhaal vertelt over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Of iemand die het zelf mee heeft gemaakt. Ja. Je begon dit verhaal met, ik ben trots op Breda, ik ben trots op de Bredana's. Zou je ook de landelijke politiek in willen?
Ja, ja, ik kan nooit in de toekomst kijken. Nee, want ik zeg eigenlijk altijd heel hard nee, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, maar nou, ik vind het, dan moet je mee oppassen. Twijfelgezicht. Ja, maar het is oppassen als je heel hard nee zegt en later gebeurt het ook. Ja. Nee, daar ligt niet mijn ambitie. Wat ik zo mooi vind, is om heel dicht bij de mensen te zijn waar je het voor doet. Daar gaat de politiek aan kapot, hè? Ja. En ik die verbinding gewoon met de stad, met die wijken, met die buurten, die ken je zo goed. Ja, daar ligt eigenlijk mijn passie. Landelijk is dat zo anders. Dus nee, je zult mij niet in de Tweede Kamer tegenkomen. Nee. Dus in 2018 ga je weer de lijst trekken voor de Partij van de Arbeid? Dat is nog even in de glazen bol kijken. Maar mijn gevoel zegt, ik geniet van iedere dag dat ik wethouder mag zijn in deze mooie stad. Ja. Er is nog heel veel te doen. Dus wat dat betreft denk ik dat ik in 2018 voor mijn gevoel absoluut nog niet klaar ben. Nee. En ik heb nog erg veel energie om ook wat dat betreft door te gaan. Dus we zullen zien hoe dat loopt. Nee, maar daarom. Wat mij betreft blijf ik nog een flink aantal jaar hier actief. Goed zo. Ja. Goed zo. Nou, we vonden het bedankt dat je hier was. Bedankt voor het gesprek. Dankjewel. Ja.